Emmen is trots. Trots op kunst en cultuur en trots op de titel Culturele Drentse Gemeente. Dit is Van Goede Grond. Oh, hi. Welkom bij de 7e aflevering van Van Goede Grond. Nederland in oorlogstijd, daar weten we natuurlijk best wel veel van. Maar wat er precies bij ons in de buurt gebeurd is, is weer een beetje minder bekend. Daarom ben ik vandaag in Zwarte Meer bij de tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog, om te weten te komen wat er bij ons in de buurt gebeurd is. Ik sta hier naast Henry Wittendorp van Stichting Cultuurhistorisch Zwarte Meer. Als er iemand op de hoogte is van wat er vroeger allemaal gebeurd is, dan bent u dat volgens mij. Nou, ik zou er graag willen zijn, maar er is zoveel historie, dat kan ik niet alleen weten natuurlijk. Maar ja, we houden ons heel intensief bezig met de historie van het dorp Zwarte Meer. Alles wat hier in de loop der jaren gebeurd is. Het is niet eens zo'n oud dorp. We hebben in 1996 hebben we het 125 jaar bestaan gevierd. Dus in 2021 hebben we 150 jaar. Dus zo'n oude historie heeft het dorp niet. Daarnaast is het natuurlijk wel zo dat het gebied al veel langer bestaat. Het veengebied, zeg maar, het Bourtangermoeras. Met het Zwarte Meer, het meer zelf. Ja, dat is natuurlijk een stuk historie waar we mee te maken hebben. En we staan hier niet zomaar, we staan voor een paar bijzondere gele borden. Ja. Wat is daar precies mee? Nou, die borden die we hier hebben staan, dat zijn panelen. En die panelen die worden straks geplaatst op de plaatsen waar 22 vliegtuigen, zowel Duitse, Engelse als Amerikaanse, in de gemeente Emmen zijn neergestort. Op al die 22 plaatsen wordt een informatiebord geplaatst met informatie over dat vliegtuig wat daar ter plaatse is neergestort. You can take a picture of something you see. Nou, er staan heel veel bijzondere dingen hier op deze tentoonstelling. Wat is nou echt het pronkstuk volgens jullie? Ja, dat is een goeie. Het pronkstuk. Wat toch een moeilijke keuze. En ja, eigenlijk alle stukken samen maken het heel bijzonder. Maar toch wat het meeste bekijkstrekt zijn toch denk ik de stukken hierachter. En de propellerbladen, een benzinetank van de bommenwerper. Een radiateur, een staartstuk. Toch de grotere herkenbare stukken wat het meeste aandacht trekt. Dus ik denk voor het publiek is dat een beetje de pronkstukken. Ik denk voor onszelf, ja, het kunnen vaak de kleine dingen zijn. Een schoen van die piloot die we hebben gevonden, dat is voor mij persoonlijk weer een pronkstuk. Het verschilt een beetje het oog van de toeschouwer, denk ik. Wat is nou het meest bijzonderste verhaal dat u gehoord heeft vandaag? Nou, ook vooral de onderduikers, mensen die dan echt jaren verstopt gezeten hebben. En ook de neergestorte vliegtuigen, dat heeft ook veel indruk gemaakt op mij. Dat dan hele bemanningsleden, dan, die hele groep dan om het leven kwam. Ja, dat is toch wel heel erg indrukwekkend. Als je familie zo overver zit en dat ze dan in zo'n land eigenlijk overlijden om andere mensen te helpen. Dat vind ik wel moeilijk. Heel indrukwekkend. En met hoe zo'n gevoel gaat ze naar huis vandaag? Ja, dat het toch eigenlijk in de wereld elke keer weer blijft. Het is nu 70 jaar geleden dat hier oorlog geëindigd is. En nu hoor je dan van de oorlogen dan in Noord-Afrika. Eigenlijk blijft het altijd doorgaan. En dat vind ik wel heel erg triest. Dat de mensen er eigenlijk niet van leren. So you don't know where you go, but you wanna talk. Oorlogsherinneringen gaan we naar dierentuinherinneringen.
Floor nam een kijkje bij Stichting PETA voor de tentoonstelling van toen tot zo. Mijn mooiste herinnering in het Dierenpark Emmen, nou dat is natuurlijk op dit ding. Ik heb echt heel veel mooie herinneringen gemaakt in de speeltuin vroeger. Waarom ik dat nu zeg? Nou, Stichting PETA is op zoek naar de mooiste herinneringen uit het Dierenpark Emmen. Waarom ze dat precies willen weten, daar ga ik nu achter komen. And in time. This one reminds the other of a past. A life lived much too fast to hold on to. Van toen tot zo is niet zomaar iets dat uit de lucht is komen vallen. Dat is van Stichting PETA. En naast mij staat Leo van Diemen van Stichting PETA. Zeg, hoe zijn jullie op het idee gekomen? Ja, eigenlijk is dat een vrij simpel verhaal. Hè. We staan voor een historische omslag in de gemeente Emmen. Dat oude dierenpark, waar heel veel mensen veel goede herinneringen aan hebben, gaat volgend jaar dicht, of eigenlijk eind dit jaar al dicht. En volgend jaar gaat de nieuwe dierentuin, ja, dat heet dan de Zoo, gaat dan open. En ja, wij als stichting zijn al een paar jaar bezig om ja, zeg maar buitenkunst te maken in het centrum van Emmen. En we grijpen deze gelegenheid aan om ja, een terugblik te geven op 81 jaar dierentuin. En dan door de ogen van de bezoekers. En hoe is het idee, was ontstaan omdat de dierentuin natuurlijk stopt. Maar is het ontstaan op een zondagmiddag met een kopje koffie? Of is het echt lang over nagedacht? Nou, bij ons wordt alles in de kroeg bedacht. Dus daar begint het mee. En dat werkt ook het beste. En dan langzamerhand ontstaat het idee. En dan wordt het aan alle kanten bekeken en beoordeeld. En dan gaan we nog een keer naar de kroeg. En zo langzamerhand dan wordt het echt heel duidelijk. En dan, als we het eens zijn over het idee, ja, dan gaan we aan de slag. En dit is dan een van de voorbeelden die binnengekomen is. Van Marian Appelhof. Die heeft deze foto ingestuurd. Ja, die komt uit de vlindertuin. Dus dat is hartstikke duidelijk. Ja, dit is natuurlijk een uniek momentopname. Want je moet wel precies op dat moment die foto nemen dat die vlinder daar op dat speentje zit. En ja, die ogen van het kind, hè, dat is echt. Dus dat, daar is meer de foto heel bijzonder geworden dan. En het verhaal natuurlijk hoort er daar ook bij. Dus nou, dit is een voorbeeld van waar we naar op zoek zijn. This is all I ever was. And this is all you came across those years ago. Now you go too far. En van de werkplaats gaan we naar de plek waar het eigenlijk allemaal om draait. Het Dierenpark Emmen. Dat betekent dat wij nu een oproep doen aan iedereen in het land of waar die zich ook bevindt. Om naar onze website te gaan en het verhaal en de foto in te sturen. En dat kan dus op www.vantoentotzo en dan zo met OO.nl. En nou, we zijn heel benieuwd. Ja, je hoort het dus. Heb jij een bijzondere herinnering waar een foto bij hoort? Stuur hem dan gauw op naar onderstaand e-mailadres, websiteadres. Maakt allemaal niet uit, hij komt wel terecht. En wie weet hangt jouw foto dan binnenkort levensgroot in het centrum. Wandering without that much to say. Your words are empty as the bed we made. Is there another way? Oh love. Is there another way? Voor meer informatie over de tentoonstelling kijkt u op vantoentotzo.nl. De komende tijd zult u nog veel zien over de ontwikkelingen van deze tentoonstelling, aangezien Van Goede Grond de ontwikkelingen op de voet zal volgen. Volgende week in Van Goede Grond. Een terugblik op de swing-in en een vooruitblik op het Mozartconcert VOCE.